dame, ik ben 17 jaar oud en ik kom uit Naaldwijk. Het is je eerste seizoen bij ADO Den Haag. Wat zijn jouw verwachtingen van dit seizoen? Mijn verwachtingen van dit seizoen is dat ik gewoon een goed seizoen ga draaien. Ik kom natuurlijk als nieuwkomer in de E-divisie. Het zal even wennen worden, maar ik heb hoge verwachtingen op zich van mezelf. Nou, wat voor soort FIFA-speler ben jij? Ik ben een FIFA-speler die houdt om aanvallend voetbal te spelen. Hoge druk zetten. Maar als ik echt tegen de goede spelers kom, dan is het ook wel nodig om af en toe je rust te pakken. Maar ik hou van mooie trucjes laten zien op de velden. Op FIFA 20 heb ik op het begin van het spel snel top 100 gehaald. Ik heb veel toernooien meegedaan, veel gewonnen van goede spelers in Nederland. Dus ik denk dat ik dat mooi kan toepassen in de E-divisie. Rick Dame, ik ken hem al een tijdje. Hij is heel jong en hongerig. Ja, dat is mooi. Ik zie mijn oude zelf en hem terug. Zo'n compliment is echt super om te krijgen van een jongen die al 4 jaar in het vak zit. Ik weet dat Danny ook een emotionele speler is. Had ook al heel vroeg heel veel passie in het spel. Ik heb ook heel veel passie. Ik denk dat we samen een heel mooi aanvullend team kunnen zijn. Ik denk dat het voor elke nieuwkomer wel even wennen en spannend is om in de E-divisie te gaan beginnen. Maar met een ervaren jongen als Danny naast me, dan denk ik dat het helemaal goed gaat komen. Het doel van het team is een mooi visitekaartje afgeven aan de mensen thuis. En vorig jaar is er natuurlijk AFOS Live gehaald. En het zou mooi meegenomen zijn als we dit jaar dat weer zouden kunnen halen. Ik heb echt enorm veel zin in het nieuwe seizoen. Ik kan niet wachten om te gaan spelen in de E-divisie. En we gaan ons best zeker doen om AFOS Live te halen.